Een heel goede namiddag. Welkom. Van afstand houden was gisteravond even geen sprake in het station van Oostende. Nochtans is dat zowat de belangrijkste maatregel waar we ons in deze coronatijden aan moeten houden. Maar rond 7 uur gisteravond was er een defect in het spoorhuis met minder treinen tot gevolg. En bij gevolg groeide ook de massa wachtende reizigers snel aan. Veel reizigers droegen een mondmasker, maar sommigen ook niet. Het is duidelijk dat de NMBS zelf en de stationspolitie, de spoorwegpolitie, niet in staat is om dergelijke grote groepen onder controle te houden. Maar men moet dan een plan maken waarbij het wel kan onder controle gehouden worden en er niet van uitgaan dat de stad Oostende het maar zal doen. Burgemeester Tommelijn suggereerde ook een reserveringssysteem. Maar mensen hun plaats laten reserveren op de trein vindt de NMBS geen goed idee. Dat krijgen ze op korte termijn niet gerealiseerd en ze willen de treinen toegankelijk houden voor iedereen. Ze vrezen ook dat mensen dan gewoon meer met de auto naar de kust zullen komen. En ze vinden daarom dat de politiek verantwoordelijkheid moet nemen. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat reizigers veilig kunnen worden vervoerd. Maar het is niet aan ons om te bepalen wie er wel of niet naar de kust mag gaan. Dus als die verplaatsingen moeten worden beperkt, dan is het aan de lokale, de provinciale en de federale regering om daar duidelijke beslissingen in te nemen. En het zijn zij die moeten bepalen welke verplaatsingen zijn toegelaten. En nog aan de kust controleert de politie meer en meer of mensen de coronamaatregelen goed respecteren. De masker correct dragen op het strand. In steden als Blankenbergen en De Pannen zijn gisteren en vandaag ook tientallen boetes uitgeschreven. Sommige groepjes jongeren dagen patrouilles soms uit en discussiëren ook over het nut van maskers. Maar dat tolereert de politie steeds minder. Het is eigenlijk vanaf vandaag dat we wel moeten beginnen bestraffen. De tijd van sensibiliseren die is gedaan. Maar uiteindelijk zijn we al een eentje ver, dus iedereen kan het ook consulteren. Het wordt in de media gebracht, dus ik vind dat de mensen, dat er een tijd gekomen is, omdat iedereen nu wel op de hoogte is van de regelgeving. Als het helpt om corona binnen de perken te houden, des te beter. We zullen zien wat het geeft qua opvolging. Als dat goed opgevolgd wordt, lijkt me dat heel logisch dat het gedaan wordt. Maar er moet wel iets mee gedaan worden natuurlijk. Nou, deze mensen die terugkeren uit vakantie hebben er begrip voor dat ze een terugkeerformulier moeten invullen. En aan de grensovergangen houdt de politie alvast gerichte controles of dat ook gebeurt, want het is verplicht sinds vandaag. Op het formulier moeten de vakantiegangers allerlei vragen beantwoorden over hun verblijf in het buitenland. Op die manier hoopt de overheid een beter zicht te krijgen op mogelijke besmettingen met het coronavirus. Een wisselend beeld hier in Adinkerke, vlakbij de grens met Frankrijk. De meeste mensen lijken op de hoogte van het nieuwe reisformulier, maar slechts een minderheid heeft het ook effectief ingevuld. Ik was eigenlijk volledig vergeten door op reis zijn en er niet meer aan denken. En nu het moment, met het thuiskomen, is mij daaraan herinnerd. Ik had gedacht dat we misschien dan thuis te doen, want we gingen toch vandaag thuis aankomen. Maar ja, we gaan het dan nu doen, online. Niet iedereen heeft internet op vakantie. En er waren gisteren nogal veel technische problemen met het formulier. Ik heb 2 keren moeten proberen eer dat ik erdoor geraakte, maar het ging wel. Ja. De politie houdt mobiele controleacties aan de grens. Wie niet in orde is, krijgt dit weekend nog geen boete, maar moet het formulier wel ter plaatse invullen. We gaan over tot 2 dagen echt controleren. De mensen zodanig sensibiliseren, ook aanman eventuele vrienden of familieleden te contacteren. Dat ze voor vertrek naar België het formulier invullen. Omdat wij vanaf maandag over zullen gaan tot het repressief luik en dat er dan wel boetes zullen worden uitgeschreven. Ja, perfect. Het is vandaag ook de eerste dag van de zomerkoopjes. En dat is een maand later dan normaal. Maar het zijn dan ook geen normale tijden. En daarom werden de koopjes met een maand uitgesteld. Maar in de drukste winkelstraat van Vlaanderen, de Meir in Antwerpen, was het vanochtend alvast geen stormloop. Het was eigenlijk echt een dramatische voormiddag. Het leek eerder op een gewone weekdag zonder solden. Dus we hopen dat het toch wel iets beter wordt, maar het ziet er echt niet goed uit. Ja, nu we zijn hier in Antwerpen, het hart van de corona-epidemie. Op dit moment is het op een ander beter dan? Jammer genoeg niet. Dus het is in vele steden echt niet goed. Het is allemaal dramatisch en het ziet er niet zo rooskleurig uit momenteel. Hopelijk komt er toch nog beterschap. Daarmee bent u weer mee met het belangrijkste nieuws. En dan nu de Strade Bianche, de eerste grote koers sinds het begin van de coronapandemie. Geniet ervan
en heel graag tot vanavond.